zag namelijk wat video's op Instagram verschijnen. En ja, wij staan natuurlijk anderhalve meter uit elkaar. Hier gaan we het niet over hebben. Abba, je eigen museum. Vertel, wat voor soort museum is het? Nou, het is eigenlijk meer een experience. Dus ik denk dat je hier terecht kunt voor heel veel verschillende dingen. Waaronder foto's inderdaad in verschillende kamers. Maar overal willen we iets neerzetten wat echt een soort creatieve hub is voor allerlei soorten creators. Dus of je nou actief bent op Instagram of TikTok of YouTube. Of dat zelfs niet hebt, dan nog kan je denk ik genieten van alles wat er staat. Maar eigenlijk is het voornamelijk dus bedoeld om leuke foto's en video's te maken. Nee, ik denk dat heel veel mensen denken dat het voornamelijk bedoeld is daarvoor. Maar het is eigenlijk gewoon bedoeld voor inspiratie. Dus we vinden het top als je hier binnenkomt en gewoon lekker 2 uur lang exploreert en alle hoekjes ontdekt. En foto's zijn heel leuk als bijkomstigheid, maar het idee erachter is wel dat je meer met een dosis inspiratie weer vertrekt. En van wie is de experience allemaal bedoeld? Echt voor jong en oud. We zijn vandaag officieel open, maar we hebben al wel wat testdagen gehad. En dan zie je dat kinderen van 2 jaar het fantastisch vinden in de ballenbak. Maar mensen van 60, 65 ook. Omdat ze gewoon heel even weer het gevoel hebben dat ze kind zijn. En dat ze kunnen spelen. En niets is onmogelijk in principe. Het is gewoon een soort paradijs waar je even volledig alle regels kunt vergeten. Gisteren was er een opening met allemaal influencers. Hoe was dat? Het was heel leuk. Ja, het was echt heel magisch. En ook wel heel... overweldigend, want wij werken hier al zo lang aan. We zijn al meer dan 2 jaar met het idee bezig. En als het dan eindelijk er staat en je kunt het delen met mensen, dan is dat heel, heel bijzonder. Ja, snap ik. Ik moet wel zeggen, ik schrok wel ergens van. Ik zag namelijk wat video's op Instagram verschijnen. En ja, wij staan natuurlijk anderhalve meter uit elkaar. Hier gaan we het niet over hebben. Allemaal handsanitizers en alles, helemaal met luchtfilters en dingen. Maar daar kunnen we het toch over hebben? Dan? Nee, jongens, maar dan gaan we dan. Nee, maar dat liever niet. Ik schrok ervan dat heel veel influencers heel erg dicht bij elkaar zaten aan tafel en zo. Het probleem wat niet hier, alleen van nu in de hele maatschappij is dat iets wat. Ja, zeker. Maar heel veel restaurants en cafés en zo, die hebben heel veel maatregelen. Die moeten daar echt. Ja, ze hebben ook heel veel maatregelen. Nou, daar kunnen we het daar toch over hebben, hoe jullie dat hebben aangepakt. Ik heb een negatieve lading hier aangeven, alsof het hier helemaal uit de hand loopt. We hebben natuurlijk de coronatijd achter de rug. Hoe hebben jullie daar in het museum rekening mee gehouden qua maatregelen? Nou, dat is wel voor alle bezoekers is dat het meest belangrijke, dat het gewoon veilig is. Dus bij binnenkomst, je ziet eigenlijk overal poorten met sanitizers die een spray afgeven. We hebben heel veel luchtzuiveringssystemen hierboven. En we hebben gewoon gezorgd, de kamers zijn, het is 1500 vierkante meter in totaal. En we werken met tijdslots, dus je moet alles reserveren. En dan zorgen wij ervoor dat we precies kunnen uitrekenen dat mensen op 1,5 meter nog van elkaar kunnen blijven. Oké, en stel dat mensen daar dan te dicht bij elkaar komen in het museum, wordt dat dan ook gehandhaafd? Of... Zeker, ja, we hebben allemaal floor angels zoals wij ze noemen en die staan bij alle kamers. Dus zij zorgen ervoor dat er per kamer een max aantal mensen naar binnen gaan. Oké, en waren die gisteren ook aanwezig? De floor angels? Ja. Waren die gisteren ook aanwezig vroeger? Ja. Mensen zijn altijd aanwezig, maar je hoeft je niet weer terug te gaan naar waar. Nou, ik wil het daar toch wel over hebben, want ik denk dat mensen wel bezighoudt. Maar dan doen we dit. Oké. Nou, dat vind ik jammer.